Welkom bij de Euro NK Autocross vanuit het mooie Genderingen. Het is een beetje miserig regen, maar toch blijft het ook wel lekker droog. Ik ben heel benieuwd wat het gaat brengen op de baan. Want ja, dan moeten we toch dan weer rekening houden. Dames en heren, van harte welkom hier bij het Crafts Journaal. Blijf lekker hangen, blijf lekker kijken. Dan weet je zeker dat je niks mist. Dit is een rare dag vandaag. Het is nat, maar toch ook weer droog. De kans bestaat dat het gaat regenen. Wat moet je dan doen met je banden? Ja, nou ja, vooral hier hebben we een kleigrond en dat is een vaste ondergrond. Dus als daar wat water bij komt, wordt het eigenlijk een beetje een soort slijk. Dus het wordt heel glibberig. Ja, dus het is eigenlijk een beetje een soort dat je op ijs rijdt. Omdat ja, de meeste klassen hebben redelijk veel vermogen voor een hele lichte auto. Dus het is heel moeilijk om dat aan de grond te krijgen. Dus ja, in het zand rijden normaal een wat lossere band, zeg maar, om ja, echt te graven in het zand. Maar hier kun je niet graven, want de klei is toch wat harder. Ja. Alleen er ligt een glad laagje bovenop. Dus je moet iets zorgen wat toch ja, op dat gladde laagje, echt in het gladde, toch wat meer contact maakt. Is dat typisch autocross dat zeg maar ook de rijders zelf zwaar aan het meesleutelen zijn? Ja, ik denk dat dat typisch autocross is. Ja? Dat klopt. Maar je wilt toch ook zelf het goede gevoel hebben dat het ja, hetgene dat je het juiste gevonden hebt. Kijk, en we hebben niet een heel leger van monteurs om ons heen, dus ja, we moeten zelf meehelpen. Maar dat maakt het ook weer leuk. Hoe gaat het vandaag? Redelijk goed. Eerste manche vanaf de tweede rij zesde geworden. En net vanaf de eerste rij vierde geworden. Straks nog een keer van rij drie. En dan proberen we hopen op een finale plaats. Tot zover het eerste journaal hier vanuit Genderingen bij de Euro NK Autocross. Je ziet het, er is veel publiek en het blijft altijd weer een heel mooi evenement. Dus ben je nou een keer zelf in de buurt, kom dan zeker even langs. Altijd fijn om te weten. Straks weer het tweede journaal, zien we je dan. Tot zo. Hoi.